24 uur lang YouTubers laten bepalen wat we eten. Dat ga ik vandaag doen, samen met jullie. Klopt. Maar we dachten, we geven er een leuke twist aan door daadwerkelijk bij de YouTubers langs te gaan thuis. Zodat ze allemaal voor ons gaan koken. Of niet, volgens mij koken YouTubers nooit. Ik ben benieuwd wie er voor ons het lekkerste eten regelt. Of het smerigste. Ik heb wel lage verwachtingen. Maar goed, waar ik geen lage verwachtingen van heb, is jij gaat abonneren op dit kanaaltje. Al gedaan? Nee? Nu dan? Oké, is goed. Nou, gaan we beginnen. Hey, mis wat In deze video ga ik samen met jullie drie uur lang gaan lekker eten de hele dag. Oh, ik ben zo blij dat wij eindelijk weer eens een keer een video met z'n tweeën maken van die klote shot. Ah, dat is wel lang geleden inderdaad. Maar in ieder geval, weet je waar we als eerst naartoe gaan? Naar Crush. Crush? Al mijn YouTubers zijn Crushies. Op wie ben je eigenlijk niet verliefd? Want ik kan er weinig. Nee, ik ben alleen op jou. Oh. En op Steve van de Vries. En op Steve. Ja? Nee, ik heb eigenlijk geen crushes hoor. Nee, precies niet. Voor ons ontbijt gaan we naar Frank Smotta, yeah. Het losertje. En het is maar goed dat we Frank even gingen zien, want Julia werkt me nu al op de zenuwen. Maar hoe heet het dan? Dat zeg ik toch net? Nee. Jawel. Niet. Jawel. Nee. Wat zei ik dan? Koekjes. Nou, zo heet hij. Ja. Chuck Mus. Kijk uit! Oh, dat is even vervelend vandaag. Ik ga over die auto doen. Als je trots was gedaan. Daar zit hij. Zij ziet mij niet, hè? En zoals je ziet heeft Frank ons uitgenodigd bij zijn huis, want hij gaat vandaag voor ons koken. Hey, welkom bij de toko. Kom even lekker binnen. Dus dit is jouw huis. Nee. Dit is mijn huis. Zo. Lekker. Drie filter koffie. Frank bestelde meteen drie koffie voor ons, maar het leek alsof er iets geks was. Ook heel gek, als je één slokje hiervan neemt, kan je niet meer anders praten. Dat is wel een onzin. Nee, dat is echt zo. Neem maar een slokje. Nou, bij mij werkt dat niet, toch? Frank ging iets voor ons bestellen en wij mochten natuurlijk niet luisteren wat het was, maar het was waarschijnlijk weer iets heel raars. Frank had voor mij een heerlijk gezond mintsapje. Voor jou heb ik gewoon een heerlijke Bloody Mary. Ik vind dit echt zo vies. Vertel wat hierin zit, Julia. Tomatensap en vodka. Is dat er één tomatensap? En een beetje tabasco, ja. Zo, toch? En tabasco en zo. Je moet het echt proeven. Heb je dat nog nooit geproefd? Nee. Gast, dit is echt smerig. Dit is echt zo lekker. Er is niks goorders dan dit bijna. Het is hartstikke lekker. Gadverdamme. Het is tomatensoep met alcohol. Ja, en tabasco. Het is vies. Hoe de fuck kan je dit lekker vinden? Echt goor, hè? Nog even een beetje extra. En ik weet niet wat voor een dag het was, maar Frank had ons gespaard uit gewoon een hele lekkere burger met pannenkoeken en van alles voor ons besteld, joh. Gozer, ga je dan nog op eten? Frank is... Hey, ik ben echt vol, hoor. Wat vond ik van het eten? Frank, ik richt het op jou. De pannenkoeken, perfecte temperatuur. De bosbessen, heerlijk hè? Net die bite, zacht van binnen, net als jij. Ik geef mijn plate geef ik een 8,5. Wat een lang verhaal zeg. Ja goed, voordat we weggingen had Frank ook nog een enorme verrassing voor ons, zei hij. Wat wij nu gaan doen met z'n drieën is iets wat toch wel meestal wordt gebruikt door andere soort kaliber mensen. Maar, Hugh, wij gaan vandaag heroïne proberen. Kom maar! Jezus, nee, dat gaan we niet. Jezus, wat een domme kut. Was dat een grap? Jezus! Loser! Was dat een grap? Nee, dat was niet een grap. Echt wel, hij gaat in snel nog iets anders verzinnen. Ja. Naar de... Hoor je dat? Kipstaat. Wat? Ja, die vond ik wel leuk eigenlijk. Je lijkt een beetje op Sean dit kapsel. Ja, als ik op Sean lijk, moet ik alleen nog zo doen. Nou, en voordat we naar de volgende YouTuber gingen, kwam ook opeens dit nog even. Kutfluencers. Extreem kut. Ja, wow. Leuk! Oh, wauw! Dit is mijn woordspel, die komt uit. Aankomende maandag. Ja, die kan je dus www.frankslotta.nl. Wat is daar wilde jij in deze video? Ja, tuurlijk. Nou goed, het is nu heel gauw tijd voor de volgende YouTuber. Dat is namelijk Kriekel, helemaal in Tilburg. Oh, Jezus, Stefan. Doe even normaal, man. Ik lig nog even te slapen. Ik ben ontzettend moe. Hoe kan dat opeens? Van de drankje, denk ik. En we waren iets te vroeg, dus we moesten nog even een kwartiertje wachten in de auto. Ja, zoontje. Mam is hier. Dat jij, ik ben jou echt zo zacht.
Even je grote... Ik moet even iets zeggen waar we zijn. Hallo, we zijn bij Krikkel. Ja, ik ben heel benieuwd wat hij voor ons heeft gemaakt. Ik ben ook benieuwd waarom hij zo heet. Is het een Mongool of zo? Ja, hij heet eigenlijk Sam. Oh, dat is wel leuk. Ik ken het Sam Hofman. Goedendag. Hoe is het, jongen? Goed, dan wel? Ja, mega. Hallo. Hey, hebben jullie eten voor ons, zeg maar? Ja, want, we hebben eigenlijk geen eten, maar we kunnen eten gaan bestellen. Want we hebben niks. Nou, dan gaan we weer. Jongen. Krikkel ging ons meenemen naar zijn favoriete lunchtent, maar wilde nog niet zeggen wat het was. Nou, wij navigeren wel. Wij zeggen waar je heen moet gaan. Oké, want ja. Tot nu toe eten we alleen maar buiten de deur bij mensen. Ja, lekker. Dat gaat denk ik ook zo blijven. Niemand heeft eten. Dat krijg je met al die YouTubers natuurlijk, die koken allemaal niet. Kan jij dat vasthouden? Nee, sorry, ik heb eigenlijk niet zo zin. Omdat je van die poephanden hebt. Nou, omdat jij met die gore, vieze beef jerky vette vingers. Kan je hem even vasthouden? Ik moet rijden. Of wil jij rijden? Tuurlijk wilden ze rijden. Hopelijk overleven we dit. Oké. Okay. Oh, wat zon, joh! Jongen, dat was toch even een prank? Ik zag hem gewoon. Ja, maar je gaat hier links en dan het volgende stoplicht ga je pas links. En nu even in het Nederlands? Sorry. Gaat het zo Brabants dan? Nou, sorry, ik versta echt niet wat je zegt. Sla erop. Ben je al moe vandaag? Beetje. Ik ook. Dan ga jij nu niet. Kut de auto uit, want ik ben er klaar mee. Ik heb helemaal mooi. Ik zit hier al de hele dag, hè? Moet je beseffen. Ik heb wel medelijden met je. Nou, het staat op zich best wel prima zo. Nee, van, stop met het lullig doen. Ja, we zijn er. Als je meteen is de presentator dan ook, hè? Ja. Vind ik echt leuk eigenlijk. Welk restaurant hier denken jullie dat is? Het Bourgondisch bier- en eetcafé, dat moet hem wel zijn. Ja, nee, hier. Oh, mega! We staan er gewoon voor. Krikkel bestelde in het geheim voor ons eten en drinken. Ik heb melk en fristie. Ik wil fristie. Oh. Nou, jij drinkt de melk maar. Hoezo? Je bent ook zo wit als een melkfles. Tomaat, ja. Verder kom ik niet echt. Nee, er zit ook kip op, toch? Oh, nou. Ja, oh ja, oh, ja, ja, wel, ja. Ja, ja. Nou, best wel lekker eigenlijk. Heb ik hetzelfde? Ja. Oh, nou. Nou, hey. Ik zeg proost. Ja, gaan we gewoon. En ook al waren we nu in Brabant, kregen we door dit drinken gelukkig geen Brabants accent. Godverdomme, daar gaan we weer, Steve. Oh. Ja, dat komt door dat drankje, dan ga je hetzelfde praten hier. Heb je dat ook met die melk, dat het zo gaat? Nee, toch? Die melk? Nee, dat kan niet. Nee, ja, dat dacht ik ook met de vis. Dat klinkt gewoon dezelfde. Oh! Oh godverdomme! Oh, ik heb ze om de kanen vallen. Ja, ik ook. En bier, meters bier. En nu voor ons avondeten gaan we naar Vincent het Visje. En die was bij Gio Latoy thuis. Dus nou, ik ben benieuwd wat ze voor ons gaan maken. We gaan nu dus naar Vincent Visser en Gio Latoy. Schijnbaar zijn het ook YouTubers. New York. Maar in ieder geval. Nee, even je lult, man. Zeg even wat je wil zeggen, man. Jij weet, ik had er nooit doekjes omheen. Nee, joh. In ieder geval. Maar, je moet nu even je mond houden, ja? Je praat zoveel. Na een hele vermoeiende rit kwamen we eindelijk aan in Rotterdam. En gelukkig was Julia nog steeds super vrolijk. Hoe kan het nou opeens? Ja, ik weet niet, ik zat gewoon aan wat dingen te denken. Ja. En dan moet je huilen? Ja. Door het muziekje van Adele? Nee. Laat me maar even. Oh, zo, wij zijn lang onderweg. Maar we hebben hier wel twee YouTubers in één klap. Maar toen kwamen we opeens in een of ander horrorhuis terecht. Oh, irritant! Rot op! Steven! Wat is er? Ik heb bang, Steven! Ja, ik wil dit niet. Jij moet voor. Oh, nee, ik ga echt niet voor, Steven! Ik vind het echt... Nee. Oh. Ah! Hey! Jezus, wat is er weer? Hey. Ik heb iets heel persoonlijks voor jullie allebei gehaald. Rot op! Wacht, zullen we met Julia beginnen? Nee, ik wil het niet. Want dit is een soort van maar toetje, het is toch? Niet, het is niet bewezen. Oké, doe je ogen dicht. Doe je ogen dicht. Nee, ik doe je ogen dicht. Is het leuk? Ik ga zoiets in mijn gezicht doen. Nee! Ik zou het niet blijven horen. Nee? Oh. Okay. Doe je ogen dicht. Maar omdat het een vrouwending is waarschijnlijk, toch? Het is gewoon een vrouwending. Je kan er, zeg maar, je kan het op bepaalde manieren bekijken. Je kan de dingen doen als vrouw is. Ja, ja. Ja, precies. Oké. Okay. Is dit iets doods? Nee, maar het ligt okay, al... Oké, mond open. Nee, ik ga niet. Nee, zo lang niet. Voor jou? Nee, rot op. Ik wil geen augurken. Ik vind jou echt een augurk. Je kan de dingen doen als vrouw is. Ja. Ik wil... Hap. Ik ben zo klaar met jou.
Eet het lekker zelf. Oh, dit stinkt ook. Nou, je laat ook alles vallen. Mijn huis is letterlijk vandaag schoongemaakt. Je gaat nu doen. Heb je gezien hoe schoon het is? Het is het heel schoon in de huis. Ja. Kijk wat je doet. Doe niet zo boos. Dit. Kijk dit. Doe niet zo boos. Ik vind ook dat je wel boos doet. Maar ik heb nu ook een cadeautje voor jou. Steve. Ja. Doe maar je ogen dicht. Dat zijn echt mijn lievelings. Al ben jij een kutkind. Die zijn oprecht. Oh echt. Ja. Dit is lekker, hè? Ik vind jou gewoon. Ik dacht jij vindt augurken gewoon oprecht lekker. Ik proef die gore augurken van jou niet. Hoe dat ruikt? Dat ruikt dus ook. Ja, beneden ook denk ik. Misschien kan die lucht wel helemaal niet uit die pot, maar Vincent. Uit zijn porretje. Ik laat het maar eventjes even op me afkomen of zo. Ja. Vincent, bedankt. Is dit een. Dit is wel de beste maaltijd tot nu toe. Wat heb je allemaal gekregen? Allemaal gewoon normale dingen. Ja, oké, okay, dus dit is echt gewoon. Dit was wel echt het minste. Nee, jij. Ik vond het oprecht lekker. Ik ben er blij mee. Ik ben blij dat jij het lekker vond. Bedankt voor de toetje. Graag gedaan. Ik heb het koud. We zijn weer thuis. Bij ons huis. Julia is overleden. Nee, ik heb het zo koud, Stefan. Janke, ja, moet ik jou gaan noemen. Oh, jij moet even je bek houden. Monica Geuze, die heeft eten voor ons besteld. Mootje. Mootje. Monica Gigi. Jezus, doe niet zo. Doe even niet zo. Oh, zeg. Wat een dikke loser, zeg. Nou, ik ben er ook wel. Nee hoor, Simon, want die dikke vogels, nee, wil niet dit eruit doen. En Monica is zelf in Zuid-Afrika, maar ze heeft helemaal vanaf daar eten voor ons besteld. Wat denk je dat het is? Ik ken haar niet zo goed, maar ik heb wel het gevoel dat we, zeg maar, beste vriendinnen zijn. Ik noem haar ook Mo, hè? Ja, jij mag Mo zeggen. Ik mag Mo zeggen, of Mo Triple Toy. Oh ja, of Monica Gigi. Omdat oh, je dat hebt gezegd? Ik schaam in deze video voor jou. Oh, ben ik blij dat Sean er niet is, hè? Ja, dat mag ik nog wel even zeggen. Ja. Ja, dat dacht ik aan. Nou, en zelfs Monica heeft voor ons een fantastische bestelling gedaan vandaag. Het is echt mijn lievelingseten. Pak maar open. Ja, pak nou. Open. Pak het maar open. Je bent nou al een vrouw naar mijn hart. Oh, mijn. Als je het moet je dan zo dat je zo doorheen. Laat het zien, joh. Er doorheen. Kijk eens even. Wow. Als ik zeg Mo, zeg je Nika? Mo! Nika! Wow! Nika! Monica Gigi. Nou, we gaan er lekker van genieten, schatjes. Dat doen we. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Slaap lekker of eet smakelijk. Schattig. Echt mijn bestie. Nou, wat vinden jullie er nou van, joh? Gadverdamme, man! Nee, het is echt lekker. Het is heel lekker. Jij legt ons tenminste in het watten. Ja. Ik weet niet wat er in het eten en drinken zat, maar gelukkig werd Julia er super rustig van. Nee, hoor, Monica, shout-out naar jou! Jongen, ik heb energie, jongen, je hebt energie. Heb je trouwens... Heb je We zien hoe erg mijn McDonald's haar is vandaag. Ik zag het net ja, in de... Ja, leuk. Ik vind het leuk. Oh, ik vond het wel heel intens. Nee, ik vind het echt leuk. Nee, maar niet zo erg. Ik moet nog meer dat lelijke haar van vroeger. Siebe, jij weet welke. Doe een fotootje erin bewerken. Dat hele lelijke. Ja, maar YouTube haar. Je bent zo'n knolkop. Gelukkig was de dag bijna voorbij en hoefden we alleen nog langs Bram hierna. En daarna moeten we nog naar onze vriend Bram. Ja, wat gaan we daar dan eten? Toetje. Of mijn poenie. Ruik maar, het is echt fucking lekker. Het is zo zoet. Ja, ik ruik het niet. Ja, het ruikt inderdaad wel lekker. Ja. Ja, dit is van dat... Dit is van die... Ik lijk op zo'n badmeester nu. Nee, je lijkt gewoon op een dikke mogol met een witte punten van u. Yes. Nee, 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 nee. Oh, wat ben jij koud? Laat eens... Ah! Nee, mag ik eens voelen? Ah nee, het valt wel mee. Dat was dit, het horloge. Goed je te zien. Nou ja, welkom. En Bram zou dus vandaag het toetje verzorgen. Kijk wat voor lekkers ik heb. Vla met bessen? Nee. Oh. Vanille. Vanillevla met bessen? Nee. Vanille, nee. Mag ik even zelf? Vanille yoghurt. Met postbessen. Met vitamine K zit erin. Zo kan jij gewoon filmen, joh. Natuurlijk. Bram Krik is nu aan het filmen. Maar hapje? Ja. Laat me het zelf doen, Steve. Hoezo? Als je morst op die deken, dat is echt lullig, hè? Die heeft die gekregen van... Wanneer maak jij je daar druk op? Ja? Kom dan! Oh, sorry, maar je hebt je hele bak opgefroten. Ik mag toch ook een hap? Romantisch, hè? Oh, Stefan bedoel ik.
Hier doen. Maar hoe vind je het? Heel lekker. Hier. Nou, het smaakt ook lekker, oprecht. Wel leuk dat we bij jou eindigen. Ja, vind ik ook. En ook niet te heftig. Iedereen is wel lief voor ons vandaag, hè? Ik dacht echt dat we kuddingen moesten eten. En vlak voordat de tijd is om te gaan, kregen jullie aan Bram weer ruzie. Je zet me even op paal. Wil je nog zo'n video zien? Dan kan je hier zo klikken. Beste gegeven. Nou, ik ga jou niet te abonneren. Niet beste je neven. Heb je dat gedaan? Klik maar op deze video, want dit gaat nog wel eventjes door waarschijnlijk. Prima, het is uit. Ja, ik ga. Bedankt voor de beste en de gore yoghurt. En bedankt voor het kijken. En bedankt Bram. Alsjeblieft.